Het was over vieren toen Eline zich haastte weg te komen. Het begon donker te worden en het dooide. En de duistere wolken schenen op haar te zullen vallen en haar te zullen doen stikken. Die oude vrouw was gelukkig geweest, zeer gelukkig. Verbeelde ze zich dat of was het de waarheid? En zij, Eline, was nu reeds niet gelukkig. O, hoe zou ze zich gevoelen wanneer ze ook oud was en lelijk en verschrompeld? Dan zou ze zelfs geen herinneringen hebben om zich te troosten dat het geluk bestond, voor haar bestaan had. Dan zou alles droevig grijs zijn, grijs als die lucht. O God, waarom te leven zo niet gelukkig? Waarom? Waarom? Fluisterde ze en ze haastte zich, daar ze zich verkleden moest, voor het diner. Het zou een eenvoudig, huiselijk dinertje zijn. Om 5:30 kwamen de Verelijns en kort na hen Emmeline met George. Betsy ontving ze in de salon en vroeg Jeanne naar het kindje. Ze is nu veel kalmer, mijn kleine meid. Ze heeft tenminste geen koorts meer, maar toch, geheel beter is ze niet. Dokter Reijer was nogal tevreden. Ik vind het heel lief dat je ons gevraagd hebt. Ik heb waarlijk behoefte eens uit al die Sousa te zijn. Maar door mezelf kom ik er niet toe. Alleen, je ziet, ik heb vertrouwd op je gezegde dat het heel intiem zou zijn en mij er dus niet voor gekleed. Ze keek een weinig ongerust van haar eigen eenvoudige zwarte japon naar Betsy's grijs satijnen toilet. Er komt werkelijk niemand meer dan hier Emily en haar broer, die ik een beleefdheid wilde doen. Maar je had mij gezegd vroeg naar huis te willen gaan. En wij gaan dan later even naar de opera, in de loge van oom Verstraeten. Maak je dus niet ongerust, je hebt groot gelijk gehad zo te komen. Henk kwam binnen, in zijn huisjasje, met zijn joviaal vriendelijk gezicht. En dit stelde Jeanne nog meer gerust dan Betsy's verklaring. Emily, ruisende van de gitten en levendig als altijd, kende zij goed. En alleen George maakte op haar in de onberispelijkheid van zijn frak en zijn gardenia een indruk van gegeneerdheid. Frans Verelijn was als Oost-Indisch ambtenaar met verlof voor herstel van gezondheid in Holland gekomen en zijn vrouw was een oude schoolkennis van Eline en Betsy.